Oh, het is fijn om wat cultuur te zien op Palomino Bluffs. Waar of niet, Mysteria, liefje? Ik weet dat je heel wat beter gewend bent. Maar we doen het gewoon met wat we hebben, ja toch? Dat was het weer voor vandaag. Betreffende de competitie morgen. Het zijn gerespecteerde juryleden en ze zijn zeer streng. En hoewel onze vorm in orde is, is onze presentatie dat niet. Het is belangrijk dat je je beseft dat je niet alleen jezelf vertegenwoordigt in dit team, maar ook onze school. Dus kom goed gekleed en wees op tijd. We hebben de dressuur zelf onder de knie, maar onze presentatie moet ook goed zijn. Prue! Niet nu, Maricela. Mysteria en ik hebben echt zo genoten van jullie geparadeer daarnet. Dank je, denk ik. Als een gevierd showpaard heeft Mysteria er echt verstand van. Tuurlijk. Showpaard. Een gevierd showpaard. Maricela, wil je me helpen? En toen ging de wolvenpep er vandoor terwijl de wasbeer in het schildpaddenvoer zat. Maar ik heb de situatie onder controle gehouden. Alle dieren rusten nu uit en ik ben daar ook wel aan toe. Wie heeft er zin in een modeshow? Laat mij maar even. Nou, eigenlijk heb ik gevraagd of Maricela kon helpen met mijn outfit voor morgen. Dat is verrassend. We kunnen dit ergens anders doen. Ik weet dat je wil uitrusten, Abigail. En dit allemaal missen? Van zo lang zal ze leven niet. Dit gaat allemaal veel te ver. Ik lijk wel een ontplofte marshmallow. Je zou helpen met een outfit voor mijn dressuurwedstrijd. Niet voor een misverkiezing. Dit is niet grappig. Het is wel een beetje grappig. Miss Palomino Bluffs. Ik moet dit ding nu uit. Zoek het maar uit met je goed gekleed. Auw. Ik heb nog 1 outfit en ik weet zeker dat dat hem is. Ik kan niet nog meer aan. Geloof me, ik ben vervangend modedirectrice. Zelfbenoemde vervangend modedirectrice. En? Wat vind je ervan? Je bent prachtig, Prue. Die corsage is geweldig. Gemaakt van Spirit's winnaarskrans. Dat moet geluk brengen. Het is eigenlijk niet slecht. Sterker nog, het is perfect. Ik wist dat je het beste jezelf kon zijn. Met een klein beetje flair natuurlijk. Maar waarom moest ik dan al die andere kleren aan? Om mij te vermaken, uiteraard. Dankjewel voor al je hulp, Maricela. Het was me een genoegen. Een buiging, ma chérie. Dat heb ik er nou echt nog nooit zien doen. Mysteria heeft een goede invloed op haar. Oh, dat is mijn cue. Tot later, meiden. Oh, bedoelt ze nu ook mij als ze meiden zegt? Succes! Yeah! Ja! Zo mooi hebben ze er nog nooit uit gezien. Ik moet het toegeven, Maricela. Je hebt het goed gedaan. Het minste wat ik kan doen is mijn gaven delen. Uit hoor, Prue. Bedankt, dames. Wat vond je instructrice van je presentatie? Ze was onder de indruk. En de jury vond de buiging van Chica Linda geweldig. Dat is te gek, Prue. Nou, het weekend is bijna voorbij. Wat zullen we nu gaan doen? Ik ken een paar wilde dieren die graag naar huis willen. Tot ziens, Kalfie. Tot ziens, Wolfie. Tot ziens, wasbeertje. Zo te horen heb je een prima namensysteem, Dokter Stone. Nou en of, Proetje. Dokter Stone. Dat klinkt eigenlijk best goed.